Ik ga vandaag iets nieuws ervaren, want ik ga de GWW in, oftewel grond, weg en waterbouw. Dat ga ik doen bij D. van der Steyn in Utrecht. Ik ga vandaag op pad met Gaby. Die gaat mij het vak leren, of in ieder geval laten zien voor vandaag. Daarvoor moest ik wel vroeg uit mijn bed, want het is nu 4:15. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat moeten we er zijn? Half zeven. Ja, we gaan alle tijden 6:30 op het werk. Het spul nu lossen. Dan gaat de dieplader eraf en dan kunnen we asfalt gaan halen bij de centrale. We zijn intussen in Den Helder op de tweede locatie. Laatste vrachtje voor vandaag ophalen en dan weer terug naar het fietspad waar we net waren. Eerst koffie. Het is hollijn stilstand bij ons. Maar ik vind het ook knap hoor, hoe jullie dat doen. En vooral ook gewoon hoe dat in het team werkt en hoe jullie met elkaar omgaan. Ja, dus je merkt wel dat het ontzettend belangrijk is in dit werk. Ja, maar dat is het ook niet. Je hebt elkaar echt nodig. Ja. En zeker omdat je zoveel met elkaar op pad bent en ook alles echt samen doet. En wat wel een eye-opener is dat het gaat echt om de wegenbouw in dit geval. En het rijden doe je erbij. Ja. Het is niet zo dat je vrachtwagenchauffeur bent en dan ter plekke nog iets moet werken of zo. Het is een andere benadering. Ja, je moet het met z'n allen doen.